uiteindelijk zijn we ook wel tevreden met de punch, omdat het wel een nerveuze wedstrijd was, waar we op achterstand komen, dan weer op voorsprong, dan terug gelijk. Dus er zat heel veel emotie ook wel in. Maar goed, we hebben nu nog twee wedstrijden waarin we alles in eigen hand hebben. Dus dat is positief en nu is het aan ons om het over de streep te trekken. Jij maakte ook nog de 2-1. Was dat een goed gevoel voor jou, van vertrouwen ook? Ja, het deed heel veel deugd. Het was lang geleden. Hè. Dus, maar goed, op dat moment hoop je dat we dat kunnen vasthouden. Hè. Dat doelpunt belangrijk kan zijn en 3 punten kan opleveren. Dan is het, uiteindelijk is het jammer dat het maar 1 punt is, maar goed, wie scoort is uiteindelijk niet zo heel belangrijk, maar ik ben er wel blij mee natuurlijk. We halen 4 op 6 bij de rechtstreekse concurrenten. Dus ik denk dat we op dat vlak het goed gedaan hebben de laatste 2 wedstrijden. Wij moeten nu gewoon verder voor de rest naar onszelf kijken. Maar ja, als er natuurlijk wonderen gebeuren en de gokwereld gaat de competitie bepalen, dan... Maar voor de rest moeten wij gewoon naar onszelf kijken en we moeten gewoon verder doen. We spelen een goede wedstrijd, een volwassen wedstrijd. Alleen hadden we ze denk ik moeten winnen. Hadden jullie verwacht dat Moes Kroen zo sterk ging zijn vandaag? Ah, ja, zeker, ja, zeker. We wisten zeker dat ze zeker gemotiveerd en met de sterkste ploeg zouden spelen natuurlijk. En dat we ook alles zouden geven voor deze strijd. Dit hebben we ook gedaan. En het resultaat is 2-2. Misschien is het wel terechte uitslag voor deze strijd. Zij domineerden de eerste helft en ik denk dat de tweede helft iets meer voor ons was zonder dat het... Ja, fantastisch was qua voetbal, maar er zat zoveel druk, zoveel stress op deze wedstrijd dat het bij het moment heel moeilijk was om te voetballen. Maar oké, als je hem niet kan winnen, mag je hem niet verliezen in deze fase. En alles staat nog bij elkaar. We staan gelijk met Moes Kroen op 1 punt van Leuven. En er zijn nog 1 of 2 ploegen daarboven die toch ook lichtjes nerveus worden. Er zijn nog 6 punten te verdienen met nog 1 thuiswedstrijd. Dus oké. Ik heb altijd gezegd, na de winst tegen Standaard was iedereen euforisch. Ik heb gezegd, het zal tot de laatste speeldag knokken zijn om te zien wie er in eerste klasse blijft. We weten dat we nog punten moeten pakken de komende wedstrijden. En, ik hoop dat we de coach een cadeautje kunnen geven volgende week door daar wel punten te pakken. En onszelf zo in een goede positie te zetten voor de laatste wedstrijd. Natuurlijk, als je zoiets krijgt, doet het altijd iets. Het is alleen jammer dat we nu in de situatie staan waar we nu staan. Maar het is niet uitzichtloos en ik wil er alles aan doen om samen met het team dat tot een goed einde te brengen. En dan toch nog meer te kunnen genieten van deze trofee dan dat ik nu al doe. Zijn er straks, als we erin blijven, gaan we zingen. Wat ga je zingen dan? Oké, daar moet ik nu nog niet aan denken. Dat is nog niet zover. Maar als we erin blijven, dan zal ik wel zingen. Dan zal ik wel een liedje van buiten studeren dat ik iets langer kan zingen dan de andere jaren. Ik denk dat we het zeker positief moeten inkijken. We hebben nog een thuismatch en spelen nog op Loker, dus zeker niks verloren.